Ieder sneller. Het was mij nou niet helemaal duidelijk of dit nou een tyranniek regime was, volgens de heer Van Meijeren. Ja, voorzitter, naar mijn oordeel zien we een regering die tyrannieke trekken vertoont. En als we niet uitkijken, kan dat leiden tot een totalitaire controlestaat waarin onze grondrechten niet meer waard zijn, waarin het demonstratierecht steeds verder wordt ingeperkt. Ja. Tyrannieke trekken, maar geen tyranniek regime. Het is een beetje een lastige. Maar andere mensen zijn heel helder over Forum voor Democratie. Die zeggen het is een fascistische partij. Wat vindt de heer Van Meijeren daarvan? Is hij het daarmee eens? Daar ben ik het volstrekt mee oneens. En de term fascisme die wordt tegenwoordig opgeplakt aan alles en iedereen dat zich maar tegen de overheid keert. Natuurlijk zijn wij niet fascistisch. Wat is fascisme? Je kunt kijken naar het stelsel onder Mussolini. Volgens mij is dat het klassieke fascisme. Nou, nee, wij zijn vanzelfsprekend geen fascisme. Wij keren ons juist tegen overheden en machten die fascistische technieken gebruiken. Ja, de heer Van Meijeren zegt, ik hou zo van definities. Dan is het voor een partij die toch fascistische trekken heeft wel slecht dat hij zelf niet eens een definitie heeft. Maar de definitie die ik zou willen gebruiken is van Daniel Knecht, gepromoveerd op het Frans fascisme en ook schrijver van het boek Fascisme. Dus die zal er wel wat van weten. Hè? Die definitie luidt, het fascisme is een politieke ideologie waarvan de kern wordt gevormd door nationalisme, check, populisme, check, revolutionaire dynamiek, check, en de mythe van de nationale wedergeboorte. En ook het verlagen van die grenzen van geweld en het ermee flirten of het aanmoedigen daarvan. Herkent de heer Van Meijeren zich in die onderdelen van de definitie? Ja, voorzitter, we gaan nu naar het niveau van een debat van Hitler wilde snelwegen bouwen en de VVD wil ook snelwegen bouwen. Herkent u dat u voldoet aan dit criterium? Als we kijken naar fascistische staten onder bijvoorbeeld Mussolini, dan zien we dat daar geweld gebruikt wordt als gelegitimeerd middel om ideeën uit te voeren. Wij zijn per definitie voor het gebruik maken van democratische middelen. Wij roepen altijd op voor vreedzaam, geweldloos en liefdevol verzet. En voordat de heer Sneller mij hier allerlei rare beschuldigingen impliciet in de schoenen schuift, dan zou ik heel graag van hem willen horen wanneer wij gepleit zouden hebben voor het gebruik van geweld. Of dat zouden willen rechtvaardigen. Dat is volstrekt ridicuul. In antwoord op de terechte interruptie van collega Helder, zojuist. Als hier een tyranniek regime zit, en dan haalt hij nog allerlei filosofen uit het verleden die dat ook zouden hebben gedaan en zouden hebben verdedigd, dan zegt hij dat het verantwoord is. En hij zegt dat het niet goed is dat er een taboe is op geweld. En hij zegt hier zelf, er zijn tyrannieke trekken. Wat is dat dan? Dat is toch het verlagen van gewelddrempels en het aanmoedigen ervan als dat inderdaad op die manier komt. En hij gooit hier allerlei beschuldigingen richting van K, terwijl hij in antwoord zegt, ik heb het niet gehad over mensen hier, maar over het systeem, terwijl het helemaal niet waar is. Hij heeft het over appjes van de minister waar hij helemaal geen bewijs voor heeft. Hij komt hier met allerlei verhalen en hij zegt, ik wil graag definities horen, ik geef hem een definitie. Hij gaat naar de historische vergelijkingen, ik niet. Ik kom met de definitie. En de heer Van Meijeren loopt er van weg. Gewoon antwoord geven op de vraag over die definitie. Niks over Mussolini. Komt helemaal niet voor in die definitie. Nee, ja, goed. We kunnen definities van allerlei mensen aan gaan halen. Het fascisme, dat is een ideologie die door Mussolini is opgetuigd. Laten we daarover eens zijn. Waar later tal van andere betekenissen aangegeven zijn. Die appjes, daar heb ik wel degelijk bewijs van, die zijn hier nota bene rondgedeeld in de Tweede Kamer. Dus blijf alsjeblieft wel even bij de feiten. En tegelijkertijd, ja, dat recht van verzet, ik kan het blijven herhalen, maar ik blijf daar ook volledig achter staan. Dat een bevolking die wordt onderdrukt, in het uiterste geval, waarvan ik keer op keer zeg, laten we dat voorkomen, laten we zorgen dat dat nooit gaat gebeuren. Maar dat een bevolking die wordt onderdrukt, in het uiterste geval ook het recht heeft om geweld te gebruiken. En D66 staat te juichen bij allemaal gewelddadige opstanden in het Midden-Oosten tegen tyrannieke regimes. En daar wordt ook geweld gebruikt. Ja, ik hoop van harte dat dat in Nederland nooit gaat gebeuren. En dat blijf ik herhalen. Ja. Afrondend, want dan gaan we echt weer verder met. Ja, nou, dat was in ieder geval niet even ook ter verdediging van de minister die zich niet kan verdedigen. Dat was in ieder geval niet deze minister.
Dat klopt. Ik heb gezegd de minister van Justitie. Nee, het waren appjes van de minister van Justitie. Het ambt, niet de persoon. De heer Sneller. Dank u wel. Dat was in ieder geval niet deze minister. En dat was de heer Van Meijeren. Als het hem uitkomt, is hij heel precies. Als het hem anders uitkomt, dan gooit hij met verwijten richting iedereen. En is het gewoon deze minister. Maar ik constateer toch, afrondend voorzitter, want ik snap wat u zegt. Ik kom met een precieze definitie. En ik geef ook aan op welke punten de heer Van Meijeren er allemaal aan voldoet. Hij zegt dat hij met definities wil komen en hij loopt ervan weg, keer op keer. En daarmee zeg ik, het is gewoon een fascistische partij. Als er geen enkel weerwoord komt op de inhoudelijke onderdelen van deze definitie. En ik ben blij dat de heer Van Meijeren dat ook gewoon erkent. Omdat hij vlucht in allerlei historische vergelijkingen zonder in te gaan op de inhoud. En als hij die argumenten namelijk zou hebben, en zo ken ik de heer Van Meijeren ook, die hier altijd voorbereid komt met dit soort dingetjes, dan zou hij het hier hebben gezegd en hij heeft er geen enkele van ontkracht. Nou ja, voorzitter, er bestaat geen eenduidige definitie van fascisme. De heer Sneller is wat gaan shoppen in wat literatuur van private personen die daar hun eigen definities voor hebben gemaakt. En nou ja, ik blijf het herhalen. Wij zijn een vreedzame, democratische beweging. Dat hebben we eigenlijk. Nou, ik zou nog wel even willen zeggen dat die woorden die de heer Snelle hier gebruikt, die hebben wel gevolgen. Want het zijn de aanhangers van partijen als D66 en GroenLinks die met bivakmutsen en bommen en met gebruik van grof geweld deze teksten bij ons op de deuren schrijven. De poederbrieven vliegen bij ons door de brievenbus. Maar dat is een ernstige beschuldiging, want dat weet u niet. U weet niet wie die poederbrieven hebben bezorgd daar. Van die poederbrieven niet, maar ik heb wel diverse aanwijzingen over de achtergrond van deelnemers aan die zogenaamd antifascistische beweging. Ja, maar u heeft daar geen bewijs van, dus dat gaat ietsje te ver, denk ik. De heer Sneller. Nee, dank voorzitter. Dit gaat niet ietsje te ver volgens mij. Dit gaat veel te ver. Dit is een absurde beschuldiging waar geen enkel bewijs voor is. Dus ik eis dat de heer Van Meijeren dit terugneemt. Geen woord daarvan neem ik terug. Kijk eens even naar hoe vaak wij in onze schoenen gekregen zouden hebben dat toen er een man met een fakkel bij mevrouw Kaag aan de deur was, werd direct dat aan Forum voor Democratie toegeschreven. Terwijl die man niets met ons te maken heeft en zelfs campagne heeft gevoerd voor een andere politieke partij. Oké, tot zover. Nog even heel kort, heer Sneller. Enkele manier heeft er iemand in deze zaal ooit gezegd dat het een lid van Forum voor Democratie was. Wat de heer Van Meijeren hier doet is zeggen dat het een GroenLinks in D66er was. En ik eis dat hij dat terugneemt. En als hij dat niet terugneemt, dan staat hij hier gewoon leugens te verkondigen. En dat is een parlementariër onwaardig. Hij doet hier allerlei beschuldigingen zonder een greintje bewijs. Als er definities komen, dan is hij in geen velden of wegen te bekennen. Ja. Heel kort. Nee, voorzitter, we hebben gezien dat de D66ers meelopen met Antifa. En Antifa is verantwoordelijk voor heel veel aanslagen die gepleegd worden. Antifa is nou een voorbeeld van een fascistische beweging die ook fascistische methodes gebruikt. Prima. En er is wel degelijk heel vaak gezegd dat onze woorden allerlei geweld zouden veroorzaken. Nou, als ik daar één keertje tegen inbreng, als de heer Sneller bizarre beschuldigingen uit aan het adres van FVD, dat ook die woorden gevolgen hebben, dan staat hij op de achterste benen. Ja, dat is de hypocrisie van een orde die ik nog niet eerder gezien heb. Punt. Dank u wel, voorzitter. U heeft nog 6 minuten spreektijd.